Ja, dit is toch onvoorstelbaar, Edwin, dat dat gebeurt, hè, met zo'n Mathieu van der Poel. Ja, daar kan ik dus werkelijk helemaal niet bij. Nee, daar snap ik helemaal niks van. Dat gaat amateur in topsport. We hebben het al eens gezien bij de Olympische Spelen. Weet je nog, met die Joeri van Gelder. Ja, ja. En Joeri van Gelder, daar was van bekend. Oh, die gaat af en toe even op stap. Ja, die neemt het niet zo nauw met discipline enzovoort enzovoort. En ja... En wat doet die Joeri van Gelder nou? Ja, die gaat dus, die ging een keertje op stap en die ging een beetje even doorzakken en doen. Ja, en toen was daar de enorme Maurits Hendricks, weet je nog, van die NOC, die baas. En die stuurde hem weg in plaats van dat hij daar iemand opgezet had. Op de Joeri van Gelder. Gewoon blijf bij die man, ja, zorg dat hij niet gaat stappen. Hup. En dan, hup, gaat de Lord of the Rings, die pakt goud voor Nederland en klaar. Nee, dat doen we niet. We houden onze Joeri niet in de gaten en hup, dan gaat hij stappen en dan sturen we hem weg. En nu zie je datzelfde gedrag. Dus mensen in de begeleiding die niet snappen hoe het zit in topsport. Want dat zien we nu bij die Van der Poel. Ja, want luister nou eens goed. Waarom? Komt die jongen in de positie om kwaad te worden op de gang in een hotel. Dat is al, daar zit de fout al. Die jongen die moet gewoon apart slapen ergens in een aparte bungalow, een apart huis had je moeten huren, weet ik veel. Daar slaapt die jongen dan. Nee, of een verdieping in een hotel afhuren en daar gaat die jongen dan slapen. Nee, gewoon... tussen het volk in en waar kinderen dus kunnen vervelen op de gang en op de deur kloppen. En vind je het gek dat zo'n jongen dan die Van der Poel, die gefocust is op die rit en niks mag hem storen, dat hij dan kwaad wordt? Ja, natuurlijk wordt hij gewoon zo narig. Ik zou ook woest geworden zijn, ja. En dan, want dan klopt die voorbereiding niet. En dat niemand heeft gedacht van, oh, we moeten zorgen dat die gozer gewoon in alle rust kan slapen. Ja, dus de schuld ligt niet bij die Van der Poel, want die moet nou ook nog eens een keer bij een rechter komen. Nee, de schuld ligt gewoon bij die begeleiding. En wanneer worden die amateurs nou eens een keer professionals?